welkom bij een nieuwe vlog van Familie de Lang. We gaan zo wat eten. Dus Luciano die komt er ook aan, die heeft spelletjes gekocht, dat hij me net appte. En we zijn pizza gaan we vanavond eten, maar Naomi mag de eigen pizza gaan maken. Kijk maar even mee. Oh, niet te veel. En een heel dingetje. We hebben ham. We hebben saus dan. Mozzarella. Paprika. En salami. Ja, dat is wel. Nee, dat is mozzarella. Dat is ook kaas. En je moet het wel opeten, hè? Nu nog niet. Leg maar neer. Straks als de oven is, mag je deze beter. Leg maar lekker neer. Zo. Ja. Nou, het is lekker bezig. Daarentegen wat ik net al zei, Luciano heeft spelletjes gekocht. Wat voor spellen heb je gekocht? Kwartet, een dino kwartet voor, ja. Oh. Oké. Ik heb een beetje te veel gedaan. En nu? Oh jee, ze heeft te veel gedaan. Dan gaan we er even een beetje helpen zo. Hoe krijg je het open? Het valt wel mee. Ik heb hem open. Zo. Mag ik een bakplaat pakken? Maar, nee, ik heb het ook van zo vanuit. Luciano, jij had een dino kwartet. En weerwolf. Wil je nog een beetje mozzarella, een beetje zo? Geen idee wat dat is, maar... Maar ik wil een bakplaat. We gaan het... We gaan het wel even bekijken. Gaat Luciano ook... Ga je je pizza maken? Nee, ik ga mijn mozzarella pizza maken. Lekker mozzarella. Hoe moet je dit eisen? Van de voedselbank gekregen. Echt heerlijk. Duimpje voor Stichting Burgersinitiatief. Wat? Wow. Super. Ja, de mozzarella hebben we van de beurs. Maar ik ga je mag mozzarella erop doen. Oh. Dus nee, wordt geen mozzarella pizza. Nee, Naomi. Ik ga ze even helpen en jullie zien zo meteen het eindresultaat wel. Zo, nou, Naomi de pizza is dus al klaar. En hij ziet er dus zo uit. En nu ga ik ziet. En wat ga je er nu nog op doen dan, Naomi? Hand. Wat is dat? Dat is een beetje wel... Hoe heet dat? Ik denk citroen. Is dit citroen? Nee. Ananas, hè? Ananas. Ja. Een beetje ananas erop. Zo, en ho maar even. Ja? Dan gaan we, ja, maar ga je eerst die stukjes opeten en daarna... Ja, ook je pizza opeten, hè? En Ferdinand is ondertussen ook een pizza aan het maken. Een pizza margherita. Dochter. Vader. En hoe schrijf dat? Is die lekker, Naomi? Dan moet ik schrijven, ja? Niet opzetten. Ja, super. Nou, de pizza van Luciano zit in de oven. Ik loop even naar de keuken. En dit is mijn pizza geworden. En dit is de pizza van Luciano. En Angelina, de pizza, die is echt een stuk kleiner. Echt, ik denk van, hoe heeft ze dit voor elkaar gekregen? Want dat is dus Angelina, de pizza. En dat is die van Ferdinand. Maar ik kijk je verhouding, op. Angelina, jij hebt hem ovaal. Lekker toch? En Naomi is al lekker aan het snoepen. Hey. Jij ook? Dat mag niet. Nee. Dodger. Lekker lekker hè, Naomi? Dochter. Kijk eens naar mama. Even lachen. Hey, Maxine. We gaan eventjes verder.
Doei doei. Angelina is nu weg naar de musical. Ja, het is vandaag zondag en de musical lessen zijn weer begonnen. Dus, Angelina is heel ver. Ja, heel ver weg, hè? Amersfoort natuurlijk, Telekids Musical School. En ja, ze zijn verhuisd. Van het theatericoon zijn ze nu naar een andere locatie gegaan in Amersfoort. En ga nu een game les doen. En Luciano die is aan het gamen, zoals gewoonlijk. Gelukkig wel op deze kant, op de paf-paf-pafs kant. Maar het is toch pijnlijk, of niet? Nee. Oh. Ik wil papa roepen, maar papa luistert niet. We gaan er inmiddels zo meteen alweer ophalen. Het is nu 11:45 bijna. En ik ga het zo rijden om erop te halen. Het is nu van 10:15 tot 10:45. Dus ja, mag ik weer die kanten uitrijden. En daarna ga ik weer werken. En morgen ook nog. Dus. Jongen. Maar goed. Verder. Ja. Gaat het inderdaad met Ferdinand. Gaat het een stuk beter. Hij had namelijk heel erg veel last van benauwdheid, keelpijn, echte coronaklachten. Hij heeft zelfs een coronatest ondergaan. En ja, was die lekker die coronatest, Fer? Nee, hè? Heerlijk je neus in, of niet? Joepie. Alles voor een goed doel. Inderdaad, alles voor een goed doel. Doel. Maar... ja, en het doel was om te kijken om geen corona te hebben, inderdaad. En dat, hij was ook negatief getest. Maar hij bleef benauwd, dus hij is naar huisarts gegaan. Heeft nu een puffje gekregen om dat om te drukken. Dus, maar goed, hopen dat het snel helemaal beter is. Dan kan hij ook weer aan het werk, want... papa is al helemaal beter, hoor. Het is... zeg, dus ik ben beter? Ik ben niet beter. Oké, dat is dus als... Nee, okay, hij is nog niet helemaal de oude, maar goed. Dus, voor nu... ik ga het Angelina halen. Doe een duimpje omhoog. En tot later. Joehoe. Ik ga nu nog een lekker muziekje. Want we gaan nu Angelina ophalen. Let's go. Zo, en we zijn weer thuis. Angelina, hoe was je eerste... lesdag bij musical school? Leuk, ik heb zin in popcorn. Leuk, maar je hebt zin in popcorn? Ja. Oh. Ik denk nou net of dat je twee oren op je broek hebt zitten. Oké. Yes. Maar, wat heb je allemaal gedaan? Alleen gedanst en zang heb ik gedaan. En wat gaan jullie waarschijnlijk doen? Ik sla mezelf voor helemaal niks. En we gaan met de wintervoorstelling misschien Annie de Musical doen. Wat zeg je? Annie de Musical. Annie de Musical. Dus dan mag je weer gaan oefenen naar de liedjes. Mm-hmm. Weet je het liedje nog een beetje? Wat je toen moest oefenen voor de echte Annie. Jij bent nog steeds Tina P. Heb je de Groot Bol? Het is een zwaar bestaan. Ja. Moest je zingen en want als je de Groot Bol hebt, dan kan je gewoon een stukje laten horen. Nee. Wil je een stukje laten horen als je zo meteen het liedje moet zingen? Ja, ik ben wel een paar keer dus. Ja? Ik heb 10 kilo's. Nou, dan gaat ze dat later laten horen aan jullie. Ik heb zin in popcorn. En ik ga zo naar mijn werk toe. Ik ga popcorn maken. Dus later. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 18 september. 11 jaar geleden liep ik met een hele dikke buik. Want wie was de jarige schat? Of wie werd er geboren toen? Nu nog niet, morgen pas. Ja. Morgen werd Angelina geboren. Inderdaad. Maar in ieder geval, ja, was de zwanger toen van Angelina. Dus morgen hebben we een feestje. De 19 september. Dus, maar goed, hoe heet het? Het was dus ook eigenlijk vandaag het weekend dat ik met Angelina en Naomi en een vriendin van mij en haar dochter en nog een vriendinnetje van Angelina naar Pony Park zou gaan. Maar helaas gaat dat dus niet door. Dus krijg ik net aangeboden door Ferdinand een kopje thee. Hartstikke lief, schat. Alsjeblieft hoor. En ja.
zegt hij in één keer. Zo ben je toch nog een beetje in Pony Park. En hebt hij dus dit voor me gedaan. Hebben we de mok. Ja, dus toch een beetje Pony Park gerelateerd. En ja, we hopen zo snel mogelijk weer te kunnen gaan volgend jaar. Want het gemis zit er echt wel. De sfeer en ja, gewoon alles daar zo. Gewoon de gezelligheid en even eruit, uit huis. Dus dat is wel iets. Maar goed, hoe heet het? Trouwens, jullie kunnen die mok die jullie net zagen, kunnen jullie ook nog steeds winnen. Bij 500 abonnees zouden we hem weggeven. En we hebben hem nog steeds in de verpakking staan natuurlijk. We krijgen natuurlijk wel een nieuwe. Dus dat, ja, is wel super gaaf dan natuurlijk. Dus laat iedereen even abonneren op ons kanaal. En duimpjes omhoog om te liken. Dus Ferdinand die gaat vandaag weer proberen te starten met het werk. Gaat 2 uurtjes werken. Benauwdheid zit er nog steeds in bij hem. Maar ja, hij wil toch weer gaan proberen. En dan ben ik echt super trots op hem. En trots op je. Dankjewel. Dus ja. Verder, kijk hierboven. Onze mooie blauwe dag. Oh nee, het is wel blauw. Onze mooie dag. Dus ja. Super leuke dag was dat. Onze bruiloft. Echt super gaaf. Die staat trouwens ook online natuurlijk. De vlog van de bruiloft. Als je die nog niet hebt gezien. Kijk even terug in onze vlogs. Ik ga vandaag lekker rustig aan doen. Burgerinitiatief natuurlijk. En eindelijk weer eventjes een dagje alleen. Zonder iemand om me heen. Is soms ook wel even belangrijk. Een lekker weekend. Morgen gaan we ook naar Mark en Roos toe. Of Roos en Mark eigenlijk zo. Hoe heet het? Ja, even daar op bezoek. Wel super gezellig. Even hun huisje bekijken. Waar ze nu zitten. Echt super leuk. Ik heb er zin in. Een hele tijd geleden alweer. Want de laatste keer dat ik ze zag was met de bruiloft. Dus is ook alweer een poosje geleden. Dus dat gaat super leuk worden daar. Duimpjes. En ik ga nu even mijn huis doen. Schoonmaken. Moet ook gebeuren. Doei doeg. Hey allemaal. Nou, het is vandaag 19 september. En Angelina is jarig. Hi. Hoe oud ben je geworden, Angelina? 2. Ik ben 11 jaar. 3. Geworden. 9. Inderdaad. 7. Laat die mannen maar lekker kletsen. 6. 3. Ik ga wat dingetjes kopen. En wat gaan we zo meteen doen? Nee, ik weet niet meer. Hoe heet ze? Nou, Roos. Wat heb jij al? Naar Roos toe, hè? Ja. En ik heb de step mee. Inderdaad, Naomi heeft de step mee. Weet je, en ik heb voor Angelina dus een skatebordje meegenomen. We hebben een bal mee, want ze hebben een heel groot soort weiland achter hun huis daar zo. Dus ik ben benieuwd hoe het eruit ziet verder. Dus duimpjes omhoog voor ons, want wij gaan zo meteen vertrekken. En we gaan een leuke verjaardag ervan maken bij Roos en Mark. Met Angelina natuurlijk. Toch? We hebben taart gehaald, dus dat komt helemaal goed. Ik heb centjes. Deze wil je. En Naomi heeft centjes. En ik ga dan. Inderdaad. Let's go. Let's go. We gaan. Zo, we zijn onderweg. Kinderen op de bank. Waarvan 2 slapen. Eentje is nog wakker. Oh, daar is er nog eentje wakker. Ja. We zijn onderweg naar. Roos en Mark. Jazeker. We moeten nog 45 minuten rijden. Dus we best wel een eentje. Maar ja. We krijgen zo'n dode file. We krijgen zo'n vertraging van een paar minuten. Maar ik geloof er niks van als ik zo zie. Plus minus 3 minuten vertraging. Ja, plus minus 3 minuten. Net zoals 6 minuten, nou 3 minuten. Dus 6 min 3 is 3.
min 3. Ja, 6 min 3 is 3. Min 3 is 0. Dus het is gewoon 0 kilometer file. En we hebben ook een file gehad. Hé, de dekenmarkt. Nou, de mazzel. Wat heb jij nou weer gekregen? Cadeautje. Van wie? Van iemand. Van Rozenmarkt. Oh, deze is leuk. Ja, ga je het oplezen? Nee. Jawel. Cadeautjes uitpakken. Die wil je dan wel even wensen. Wat erop? My little Bami. Wie is het? Bambi. Huh? Wat is Bami geworden? En showgel. Ik weet niet wat dat betekent. Showgel betekent douchegel, zeg maar. Onder de douche. Maar wel van Bami. Ja, ik ken met Bami onder de douche. Toch een beetje Pony Park City. Nou ja, zeg. En ja, wat is dat? Ik weet niet wat het ja, is. Ja, moet je lezen? Ik kan niet lezen. Ik kan niet lezen. Ik kan niet Engels. Sparkling Body Mist. Dit kan je zeg maar op je lichaam spuiten. Met glitters. Nee, niet bij mij. Bij jezelf. Nee, bij jezelf. Dus de nou, dan gaan we toch wel. Ja, ho maar. Dat moet je uitsmeren. Dat boeit me niet. Wat zeg je dan? Bedankt. Dankjewel. Hoi, ben jij het maar. Dan ga ik lachen. Jij mag er zo voor gaan staan, dan ga je appeltje zo... Nee. Zie maar, Roos schiet al ongeveer op 1 punt. Ga je de volgende? Wie wil? Papa. Ik ga! Ja, is goed hoor. Papa gaat. Nee, ik ga! Nee, papa. Oh. Kom optillen. Ga gewoon op die. Nou, we zijn aan het boogschieten. Ik wil ook zijn. En dus Ferdinand gaat nu. Zo. En Angelina wil ook. Dus we gaan eens kijken of hij er wat van gaat maken. Naomi ook? Ja, ik wil goed. We zijn allemaal rechts onder. Paf, inderdaad. En dan is een hekje. Ik zou helemaal vooraan gaan staan, dan weet ik zeker dat je midden in de roos schiet. Even deze kant, de beste kant is die open. Zo het mooiste. Ja, deze kant iets meer schoon. Zo. Maar ja, dan zie ik hem ook mis ook. Jij, jij, jij. Ja, die was... Dat is de beste... Dat is de beste? Dat is de beste worp die ik van jou ooit heb gezien. Nee, dat is altijd hè, als je wat zegt. Wil jij filmen dat ik ga? Oh ja, is goed hè. Hij staat nog steeds aan. Ja. Staat hij nog steeds aan? Pap, wil je even wifi? Pap, wil je even wifi? Wil je even wifi? Hey, ik ben kleren aan het uitzoeken. Nee, ik ben niet aan het zoeken. Pap, wil je wifi voor Nee. Wat wil je aan het doen? Ik ben aan het schieten. Als ik een bal uit, dan schiet ik er zo. Pap. Papa, zo doe je. Ja, ja. Wat wil je allemaal aan het doen dan? Niks. Je bent niks aan het doen. Ik doe dus mijn pickaxe in Fortnite. Zo. Doe niet. Dan gaan we een stuk. Naomi. Ben jij helemaal... Alle ballondingen. Nee. Maar daar ga je bolletje. Staat stil hoor. Ik had wel zo'n ding nodig. Valt nog mee, ligt trouwens aan wat je wil hebben. Ietsjes harder trekken. Te trekken. Zo ver mogelijk. Je bent te bang dat hij eraf valt, denk ik. Ja.
Moet je wel gespannen houden, anders valt hij er echt vanaf. Oh, de Decathlon. Ja. Ja. Die heeft wel, ja. Ik zag hier al... Decathlon is niet heel duur nou. 40 euro heb je al. Ja. Schiet toch eens op, joh. Yay! Nog één. Kom! Doe niet krabben! Niet krabben! Hebben wij geen schoutje? Ja, tegenmorgen. Dat is ook tegen dat wel. Hallo? Wie is nu nog vertrekken met achter? Ik wil de bal pakken. Ja. Oeh, die ging er net overheen. Dat ja, houdt heel erg zo. Echt. Recht. Je schouders helemaal zo. Oh. Ik weet niet of het gelukt met die bal bij jou, maar... Zorg niet dat dit er binnen is, want dan schiet je tegen je arm. Eigenlijk gewoon als je dit doet, dan schiet je tegen je arm. Maar dan ga je iets naar buiten. Iets naar buiten draaien. Je pakt hem. Feest hem. Je legt hem eigenlijk gewoon zo netjes neer. De money van papa! Dat de één via naar buiten steekt en de twee gewoon eigenlijk... Papa! Je pakt hem zo vast. Papa! Je legt eigenlijk gewoon los. Het is zo simpel. Het kind kan de was doen. Zo, inderdaad. Gestrek. Schouders helemaal recht. Zo. Papa! Ja. Ja, leg je erop. Lagen. Tussen twee vingers. Tussen de vijf vingers. Zo. Ja. En nou eigenlijk helemaal naar achter trekken, zo ver mogelijk. Nou had ik ook. Heel ietsje schuin houden dan. Niet bang zijn, iets lager. Mark, iets lager. Ik denk dat je een beetje verder naar achter moet. Woe! Zo ik. Papa! Antje, heb je deze op de grond gegooid? Nee. Gestrekte arm en dan helemaal naar achter trekken. Meer. Die heb ik. Mam, ruik toch op z'n mis die ballon. Tussen je wijze en middelvinger. Ietsje schuin houden dan. Yes! Yes! Mag ik ook nog een dat was keer? Mijn tand? Ja hoor. Zo. Dan. Oh. Zo! Wat goed! Ja, in de midden. Ja, tussen twee vingers. Zo vasthouden. Mam, afstand, hè? Zometeen. Ja, maar naar achteren. Nooit waar een tje naartoe. Ja. Zo! Nu ook niet verder. Nu ik kan! Goed bezig! Meisje. 1, 2. Oh. Wow! We zijn weer onderweg naar huis, hè? Ja. Dat was een hartstikke... superleuke dag. Ja. Ik wou dat zeggen, een superleuke dag gehad, hè? Ja, we dachten hetzelfde. Zelfs zo leuk gehad, hè? Dat de kinderen helemaal bek af zijn achterin. Lekker liggen te slapen. Verjaardagsmeisje ook daar liggen te slapen. Ja. En natuurlijk, met klap op de vuurpijl hebben we natuurlijk een hele leuke foto gemaakt gekregen. Ja. Laten we zo meteen wel even zien. Inderdaad. Tussenin zo. Ja.
Ja, zoiets. Maar echt, ik was er echt super blij mee. Echt wauw. Zeker weten. Echt mooi. Echt, echt een aanrader om Mark als fotograaf in te huren. Echt super, zeker. En natuurlijk assistenten ook nog. Ja, je krijgt er heel wat mooi terug. Zeker. Dus, echt. Dus, we zijn nu onderweg dus naar huis toe. We moeten ook nog eten. Want we zijn wat later weggegaan dan we verwacht hadden. En dus onze eerste afslag is McDonald's dan maar. Dus dat gaan we maar even doen. Maar ik ga nu even op de weg letten. Want vloggen en rijden tegelijkertijd gaat niet samen. Dus duimpjes omhoog en abonneer. En wij gaan naar de McDonald's. Tot zo meteen. Doei. Zo, we zitten te wachten bij het raampje van de McDonald's. We hebben al drinken. We zitten nu op het eten te wachten. Dus hebben jullie honger? Ja! Dus, nou, we zijn gaan even verder wachten. Honger. En dan, ik ja. Mag ik zo meteen gamen? Kijk of die zo gaat. Zo. Nou, nee, we gaan even wachten. Komt het aan. Hallo! Hallo. Ja. Hebben jullie ook nog rietjes toevallig? Want die hadden we niet gekregen. Rietjes. Ja. Zit erin? Oké, dank je. Nou, ik weet niet wat van wie wat is. Ja, dan ga ik even kijken. Heb hier een hamburger, ja. Klopt het nou wel? Twee patat? Nee. Heb hier een milkshake? Een saus. Maar even door, een stukje doorrijden. Ja, hamburger. Ja, ik heb een weet je niet. En de spultjes. Even aankloppen. Kijk eens. Zo enkel dus. Ja, ik Rietjes. Rietjes. Het zijn rietjes. Rietjes. Een rietjes. Een rietjes eigenlijk. Ik zou even aankloppen. Er zitten geen rietjes bij. Ja. En dan gaan we naar binnen toch? Ja, we rijden toch naar huis, dus kunnen we niet erin. Ja, nee, maar... We hebben geen rietjes gekregen, zoals jullie het horen. Dus, maar wel gezet is. Mag ik het aan jou geven? Dan ga ik doorhouden. Ja, dan moet je even kijken of je hier kan gaan staan. Ja, dan... nee, maar dat kan nee, niet. Dan loop ik zo. Oh, dit is leuk. Even hier zo. Ja, maar kan je kleuren. Even zo, wacht even. Ja, dit is eindelijk een spel. Ik ga even rietjes regelen. Dit is eindelijk een leuk speeltje. Oh, dat maakt niet uit. Dus, nou gaan we doorrijden naar... Oh, weer? Oh, weer mijn band. En dan gaat de tweede band. Oh my god, ik was net over met mijn band van de week. En dat heb ik niks verder gedaan hoor. Je hebt er niet bij gezeten. Nou, wij gaan eventjes verder rijden naar huis. En lekker eten. Oh. Zo, nou, we hebben echt super lekker gegeten van de McDonald's. Dat was lekker. Bernd is nu aan het gamen. En we hebben een superleuk plekje gevonden voor de foto die we hadden gekregen. En kijk, we gaan hangen bij onze eigen collectie. Papa. Help! Ja, we zijn er super blij mee. Echt top, 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 top. Dus, nou, bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ja, ik
En we zien jullie bij een nieuwe vlog. Duimpjes omhoog en tot de volgende keer.